deze nieuwe video. Vandaag ben ik bij jullie terug met een luxury makeover. Ik ga mezelf gewoon een complete makeover geven. En met complete bedoel ik gewoon mijn make-up en mijn kleding. En alles is luxe vandaag. Alles is high-end, hoge kwaliteit kleding, hoge kwaliteit make-up producten. En ja, jullie zijn eigenlijk voor mij gewend dat ik vooral hou van betaalbare make-up. Ik hou ervan om fantastische make-up te vinden voor een paar euro. Maar vandaag ga ik jullie mijn liefde laten zien voor luxere make-up. Voor luxere kleding, hoge kwaliteit. En het is ook wat prijziger. Ik weet dat er een heleboel mensen zijn die ook gewoon echt houden van luxury make-up. Het is ook iets meer een... De verpakkingen zijn vaak mooier. Alles is gewoon mooier om te zien. Het is niet altijd betere kwaliteit. Maar ja, dat is dan wel wat je hoopt als je iets meer betaalt. Maar toch is het helaas vaak niet zo. Dus ik ga jullie vandaag ook echt de make-up laten zien die echt het geld waard is. Dus niet dat je iets betaalt. En uiteindelijk is het gewoon echt een grote flop. Dat heb ik echt heel vaak gehad. En dat is echt gewoon heel vervelend. En ik heb ook wat kleding voor jullie die ik ga laten zien. En jongens, vandaag wordt het gewoon echt fantastisch. Het wordt gewoon een goede make-up en kledingdag. Ik ga zo meteen weg. Dus ik ga me gewoon helemaal vandaag klaarmaken voor het event waar ik heen ga. Alles wat ik vandaag laat zien staat ook beneden in de beschrijving. Dus het is makkelijk terug te vinden voor jullie. Dus pak je portemonnee er maar bij, want vandaag wordt een dure dag. Nou, vind je het nu al leuk? Vergeet dan niet alvast te liken en te abonneren. Zo blijf je op de hoogte van mijn video elke week. En dan gaan we snel beginnen met deze video. Oké, meestal begin ik met mijn make-up en dan pas mijn kleren. Mijn routine, hoe ik het altijd doe, is haren, make-up, kleding. Ik ben ook echt heel benieuwd hoe jullie het doen. Doe jij ook eerst je haar, make-up en dan kleren of andersom? Ik weet dat een heleboel mensen het anders doen. Bijvoorbeeld eerst make-up en dan haren en dan kleren. Of eerst kleren en dan make-up en dan haren. Wat daar niet heel fijn aan is, is dat ik niet echt van tevoren weet wat ik ga aandoen. Af en toe wel, maar vaak niet. Dus ik kan ook niet mijn make-up look erop aanpassen. Dus af en toe vind ik het fijn om eerst kleren te doen. Of ja, op zijn minst te weten wat ik ga aandoen. Want dan kan ik een make-up look maken die daarbij past. En dat is dus wat we vandaag gaan doen. We gaan vandaag eerst beginnen met uitzoeken van de kleren. Dus we gaan eventjes naar beneden en dan ga ik jullie laten zien. We zijn beneden in mijn slaapkamer. Jongens, wat zie ik eruit. Ik lijk zo geel of zo. I don't know. Maar goed, whatever. We gaan dus vandaag eerst beginnen met het kledinggedeelte. En het is vandaag een luxury makeover. Dus ik heb ook luxury kwaliteit kleding. Dus voor alle vrouwen die houden van goede, hoge kwaliteit kleding. Say no more. Een van de beste websites die echt goede kwaliteit kleding heeft, maar toch niet per se al te duur is, is Lily Silk. Lily Silk heeft echt silk, obviously, want dat zit in de naam. Dus prachtige zijde stoffen. Maar ze hebben ook cashmere en ze hebben echt van alles. Ze hebben kleding, ze hebben accessoires, kussens, ze lopen echt van alles. En ze hebben verschillende soorten silk. En dat is echt fantastisch, want het is allemaal echt hoge kwaliteit. Zoals misschien een heleboel van jullie ook weten, heeft silk materiaal een heleboel benefits. Vooral als kussensloop, het houdt je haar zacht, want je haar glijdt er gewoon overheen. Je wordt niet wakker met zo'n bos haar die overal zit. Het laat je huid en haar ook luchten. Het is anti-aging, het is smooth, het is zacht. Echt, ik hou van silk materiaal. Ik hou van zijde. I just love it. Op hun website staat ook echt uitgebreid allemaal info over alle materialen, wat het is, wat het voor je doet, etc. Dus op die manier kun je ook goed zien waar je je geld aan besteedt. Want als je iets meer betaalt, wil je ook vaak weten waarom je dat dan doet. En ik heb ze ook al heel vaak gezien online bij andere mensen. Bijvoorbeeld, ik volg Anna B. Zij is een luxury influencer. Zij laat allemaal zien hoe je er heel mooi high class kunt uitzien met allemaal verschillende kleding. En ik heb ook Lily Silk gezien bij haar. En het is echt gewoon fantastisch. Wat ik al eventjes wilde was een pyjama, silk pyjama, een blouse. En ik wil al heel lang een cashmere trui. En die heb ik nou en ik ga ze jullie allemaal laten zien. En ik heb ook een kortingscode voor jullie. Dat is vooral nu heel fijn, want de bedragen liggen een beetje aan de hoge kant. Mensen, alleen al hoe het aankwam, die verpakking. Gewoon alsof het een cadeautje is. I love de verpakking. Echt fantastisch. En ik ga denk ik eerst beginnen met het pyjama. En ik heb een super mooie donkerblauwe pyjama bij hun besteld. I love it. Hoe duur is die? 190 euro? Silk pyjama is echt de meest chique, classy soort pyjama die jij kunt hebben. Ik heb hem dus hier vast. Ik heb hem in maat M. Als je tussen twee maten zit, als mij, ik ben vaak of S of M. Het zit er gewoon echt middenin. Pak dan gewoon M, want silk heeft geen stretch. Dus dan weet je dat. Is dit niet echt fantastisch? Kijk hoe mooi diep blauw. Een super mooi blouseje. En de knopen zijn echt best wel groot. Dus hij gaat echt heel makkelijk open en dicht. Je bent dan niet nog allemaal een half uur aan het handelen met van die mini knopen. En dit is dan de broek. Hier heeft hij ook zo'n stretchband. Is ook echt heel fijn. En hij is gewoon helemaal lang en wijd. En kijk hoe mooi het zo glanst in het licht. Zien we dit?
I love it. Je hebt hem in een heleboel kleuren en een heleboel maten. Je kunt hem ook op maat laten maken wat jij wilt. Het is 100% zijde van 22 mom zijde gewicht. Jongens, het is echt 100% silk. Dus 100% zijde. En het voelt echt fantastisch aan. Het brengt echt mijn pyjama game naar echt een next level. Nou, je zult er misschien mensen zijn van, who cares wat voor pyjama je draagt. I care. En ik weet dat een heleboel andere mensen dat ook doen. Mijn pyjama's zijn overal best wel kinderlijk. Ik heb allemaal van die kinderachtige kleurrijke pyjama's. Ja, en ik wilde gewoon een iets meer volwassen pyjama look. Dan het volgende is een blouseje. Ik draag bijna alleen nog maar blousejes de afgelopen maanden. I love blousejes. En ik heb hier ook weer een silk blouseje in het wit. En hij is ook weer fantastisch. Ik heb hem in maat M en hij past ook echt perfect. Nogmaals, pak de grotere maat als je altijd twee maten hebt. En het is echt fantastisch, jongens. En deze mouwtjes. Kijk even dit. Dit is wat de Sarah probeert te zijn, maar niet echt is. Deze is heel mooi. En dan gaat hij gewoon helemaal zo dicht tot aan de kraag. Hier tot aan je hals. En dan heb je ook zo'n lintje om zo om je heen te wikkelen voor een mooi strikje. Hij is echt fantastisch. Je hebt hem in 4 kleuren, een heleboel maten. Hij is ook weer gewoon op maat te maken voor een extra bedragje. Het is 100% garmeuze zijde. Ik hoop dat ik het weer goed uitspreek. Ik weet allemaal niet hoe je dit uitspreekt. En het is ook gewoon echt heel makkelijk te verzorgen. Echt jongens, fantastisch. Super mooi. En het is ook zo luchtig. En dat vind ik echt heel fijn. Het is niet zo'n dikke, stroeve, zachte stof, weet je wel. Dat heb je heel vaak in blouses. Maar ik vind hem echt super duper mooi. I love it. De lint is gewoon los, dus je hoeft hem niet per se om te doen. Je kunt doen wat je wilt. Natuurlijk kon ik ook niet cashmere overslaan. Oh my gosh, ik heb hier gewoon een 100% cashmere coltra in het zwart. Ik ben echt voor iets makkelijks gegaan, wat ik gewoon altijd kan dragen. Zwarte trui is altijd gewoon simpel te dragen. Jongens, het voelt echt fantastisch aan. Je hebt hem in 5 kleuren, een aantal maat en het is 100% A-klasse cashmere. Dus echt fantastisch. Waarom is cashmere zo fijn? Want het is heel warm, maar wel heel dun. Vaak als iets zo warm is, is het ook heel dik. Dan heb je zo van die hele dikke, wollige truien. Anders is het gewoon koud. Maar met cashmere is dat dus niet. En dat is dus wat ik er zo fantastisch aan vind. Is het is gewoon super warm, maar niet dik. Ziet er echt veel meer klassiek high-end uit. Omdat je niet zo'n dikke, overdreven trui aan hebt. En hij schijnt echt helemaal niet door. Ik heb er letterlijk een witte BH onder gedaan. En je ziet helemaal niks. Ja, ik vind hem echt fantastisch. Hij is wel, ja, hij kost €160. Maar goed, I love een goede cashmere trui. Ik denk dat ik hem ook nog wil in het wit. Hij is echt fantastisch. Ik heb hem denk ik ook gewoon in maat M. Oh nee, maat S. Deze heb ik in maat S. Oké, ik ga zo meteen weg. Ik denk dat ik voor de witte blouse ga. Want die vind ik wel mooi. Maar de complete look zien jullie straks op het einde. Wat ik ook heb ontvangen is een scrunchie. Ik spreek het nooit goed uit. Kijk hoe cute. I love it. En natuurlijk ook weer silk. Maar ze hebben niet alleen maar kleding en accessoires, maar ook beddengoed. En ik heb de fijnste kussensloop ever, jongens. En mensen, dit is dan de zijde kussensloop. Kijk even hoe mooi. I love it. Het is 100% klasse 6A moer bij zijde. Het is huidvriendelijk en ademend en vrij van schadelijke chemicaliën. Nou, dit is echt fantastisch om op te slapen. Wat een kwaliteit, jongens. I love it. Oké, jullie hebben dus de prachtige kleding gezien van Lily Silk. Ik ga voor de witte blouse. Ik weet nog niet of ik een broek ga aandoen of een rok, maar het wordt sowieso zwart. Het wordt vandaag een zwart-witte look. Dus qua make-up kan ik in principe gewoon doen wat ik wil, want de kleding is heel neutraal. Ik heb vandaag mijn haren met een pony. Ik weet dat jullie dat niet zo fijn vinden, maar het is gewoon even wat het is. Want dit is de enige pruik die ik niet hoef vast te lijmen. En ik heb geen zin en geen tijd om dat nu helemaal te gaan moeten doen, dus... Voor nu moeten we het eventjes hiermee doen, jongens. Het enige wat ik al heb gedaan zijn mijn wenkies en dagcreme SPF en that's it. We gaan vandaag denk ik beginnen. Ik ga beginnen met de ogen, denk ik. Even kijken. Ik heb een heleboel luxury oogschaduwpaletjes. En een van mijn meest luxe is dit Pat McGrath oogschaduwpaletje. Ik ga niet eens vertellen hoeveel ik hiervoor heb betaald, want het is echt belachelijk. En wat nog het meeste mijn hart breekt is dat dit letterlijk mijn duurste oogschaduwpaletje is die ik heb. En hij is kapot gegaan. En wat nog extra mijn hart breekt is dat van alle kleuren de enige chroomkleur kapot is gaan. Dit paletje heeft dus één chroomkleur. Dat is dus deze wat je nu ziet. Dat is zo'n kleur die van kleur verandert als je zo vanuit een andere hoek kijkt. Dat heb ik nou ook met mijn nagels. Kijk dan, wat een match met die kleur. En precies die is dus kapot gegaan. Ik heb het er wel gewoon zo in gehouden, want ik wil het gewoon houden, maar ja, dat heeft mij wel echt hartpijn bezorgd. Nou, we gaan wel vandaag voor een vrij simpele, meer neutrale look qua kleuren. Het wordt wel full glam, maar qua kleuren een beetje meer neutraal. Ik ga wel even eerst mijn ogen primen met mijn Urban Decay oogschaduw primer. Dan ga ik in met deze lichte matte kleur hier. Dit is echt de cliché kleur die ik altijd gebruik als ik dit paletje gebruik. En die gaat gewoon zo in mijn arcade oog.
Het is echt een hele mooie kleur. Dit paletje is een beetje paarsachtig, roze paarsachtig. Wel heel mooi, hele mooie kleuren, maar ze matchen niet met alles. Maar vandaag heb ik dus gewoon zwart-wit aan, dus lekker neutraal. Ik ga meestal gewoon echt voor bruin, bruine ooglooks of helemaal niet. Dit paletje is wel echt super makkelijk in gebruik. Het blendt super snel, je hoeft niet eens het heel goed te doen om er gewoon goed uit te zien. Want het is gewoon super makkelijk om mee te werken. Het is echt goede kwaliteit, I love it. Dan ga ik in met deze beetje diepere paarse kleur. Ik breng niet te veel aan, want zoals ik al zei wil ik niet voor een al te heftige look gaan. Ik ga best wel hier ja, een beetje rommelig te werk. Maar ik ga het zo meteen helemaal opruimen, dus dat maakt niet uit. Oh, ik hoor mijn kat. Ik hoorde hem ergens van afspringen. Ik denk dat hij er nou aankomt. Ja, ik hoor hem, 100%. Ik weet echt precies gewoon hoe hij klinkt. Suzu. Kom maar, Suzu. Kom dan. Je bent zo braaf. Kijk, zo lief. Oh, hij is op zijn bureau geklommen. Je bent zo schattig, waarom? Hij zit echt altijd gewoon echt in mijn reet. Ik denk dat ik voor deze kleur ga hier. Wat is er, Suzu? Die pak ik gewoon met mijn vinger, breng ik een beetje aan en klaar. Gewoon heel simpel, snel, makkelijk. Mijn kat zit letterlijk voor mijn gezicht. Oh, ik ben mijn nagels echt helemaal zat. Het is echt too much. Dan pak ik een make-up wipe. En dan ga ik het zo strak maken hier. Suzu, ga eens uit beeld. Zo, jongens, dit is echt super simpel, makkelijk, zo gedaan. Dan ga ik in met eyeliner. Deze van Tarte. Deze is echt super fijn. En ik ga niet in met nep wimpers vandaag. Dus het wordt gewoon de echte wimpers. Dus ik ga niet een hele wing maken, maar gewoon een heel klein beetje zo hier zo in de hoek. En that's it. Hoe moet ik me nou opmaken? Kijk, ik ga echt alleen maar in tot ongeveer hier. Dan is het tijd voor mascara. Mascara is een van de make-up producten waarvan ik vind dat je niet al te veel geld eraan moet op te maken. Er zijn superveel goede betaalbare. Maar als je toch wilt gaan voor een meer high-end mascara, dan raad ik deze aan van Huda Beauty. Deze is echt supergoed. Legit lashes. Heeft ook twee kanten. Hier is volume en hier is curl. Ik begin altijd met volume en dan de andere kant. Deze geeft superveel volume en lengte. En I love it. Hij is wel wat aan de clumpy kant, maar ik persoonlijk hou er wel van. Ik ga ze eerst even krullen met mijn Tweezerman wimperkrullen. De beste wimperkruller ever. Ik heb een lash lift gehad, dus dat is ook wel fijn. Maar ik krul altijd gewoon alsnog voor de extra. Jullie moeten even weten dat als ik mijn kat hier nou niet weghaal, dat hij gewoon hier de hele tijd blijft gewoon. Hij wil altijd gewoon letterlijk in mij zijn. Ja, nu is het genoeg, hè? Nee, nu is het genoeg. Ga maar af. Oh, kijk, mijn wimpers gaan, jongens. En ik heb echt geen lange wimpers, hè. Dit is echt gewoon allemaal mascara. Slash een lash lift. Iets wat ik net heb en echt fantastisch is, is ook van Huda Beauty. En dat is hun nieuwe oogpotloodje. Je hebt hem in het zwart en in het bruin. Ik heb ze allebei. Ik heb ze gehad in PR. Het is het beste zwarte oogpotloodje ever, jongens. Het is super zwart. Het brengt makkelijk aan. En het blijft de hele dag goed zitten. En wat ik altijd doe, is dat ik het zo aanbreng hier zo in de waterlijn. Dan lijken mijn wimpers nog langer. En het blijft gewoon de hele dag zitten. Terwijl hier is eigenlijk een best wel nattig gebied. En ja, nattigheid is niet heel goed met oogpotlood. Dan gaat het vaak helemaal zo wateren en eraf. Maar met deze gewoon helemaal niet. En hier is hij ook in het bruin. Je hebt dus zwart en bruin. Echt beste oogpotloodjes ever. Tijd voor primer. Ik ga in met mijn Charlotte Tilbury Flawless Filter. Deze is echt super fijn. Ik heb hem in de kleur 4 medium. Deze geeft een heel mooi glowy effect. En I love it. Ook heel mooi om gewoon op te doen als je geen make-up verder op doet. Dan is het tijd voor foundation. Ik ben nou echt op mijn bruins, want ik heb echt letterlijk net de bruiningsmoes gebruikt. Ik heb niet heel veel foundations in deze hele donkere kleur. Jullie zien mij deze MAC niet vaak gebruiken omdat hij dus zo donker is. Zien jullie dit? Het is de kleur NC42. Maar voor nu is hij dus echt perfect en ik vind hem gewoon heel fijn. Dit is gewoon een oldie but a goodie. Hij is gewoon heel mooi. Hij heeft een hele mooie natural medium finish. Ideaal gewoon voor everyday. Mijn beste nummer 1 concealer is de Huda Beauty Concealer. Deze gebruik ik gewoon altijd, gewoon everyday. I love it. In de kleur 4.3N. Jongens, Huda Beauty is echt gewoon killing it. Af en toe hebben ze ook wel iets waarvan ik denk, dat vind ik niet zo. Maar alles wat ik dus vandaag van hen gebruik is echt fantastisch. En je hoeft niet veel te gebruiken. Ik doe gewoon letterlijk alleen maar dit. En voor mij is dit niet heel veel. Ik hou van concealer. Dat verandert echt zoveel aan mijn gezicht. Het maakt mij zoveel meer wakker, helder, mooier. Ik kan niet zonder concealer. Wie hier houdt allemaal van luxury en make-up? Let me know beneden in de reacties. Ik wilde weer ingaan met ook mijn Huda Beauty poeder. Maar even voor de afwisseling zal ik gewoon nou ingaan met mijn Laura Mercier. Ook een fantastische poeder. Dit ding is gewoon van Shein. Die heb je daar gewoon met zo'n 5 in een pak of zo. Ik ben echt zo uit het treuzelen vandaag.
Ik ben echt al gewoon de hele ochtend in de weer. Het is nu 11 uur. Ik ben al in de weer vanaf 9 uur of zo. Natuurlijk gaan we ook neuscontouren met mijn Anastasia paletje. En ik gebruik deze kleur. Dit paletje heeft best wel veel pigment. Dus pak niet te veel. Anders heb je een veel te heftige neuscontour. Been there, done that. Ik heb hem volgens mij in de kleur light. Is dit light? Light to medium. Dan pak ik deze lichte beetje banana kleur. En wat ik dan doe is dat ik die een beetje zo hier aanbreng. En dan lijkt mijn neus smaller, wat hij niet is. Maar dat lijkt dan zo. En als je nou iets hebt van Sarah, dat is genoeg poeder. Nee, we gaan ook nog in met deze van Charlotte. In de kleur 1 Fair. Dat is hun lichtste kleur. Dit is echt een fantastische poeder. I love it. En die breng ik nog extra hier aan voor extra verlichting. Pak ik gewoon zo met mijn spons. En dan... Oh my gosh, het kwam in mijn oog. Oh, ik drukte gewoon zo in mijn oogbal. Oh, niet tranen, alsjeblieft niet tranen. In ieder geval, wat je dus dan moet doen, is onder je oog, niet in je oog. En dan gewoon zo aanbrengen. Het is echt een fantastische poeder. Het heeft een mooie dekking. Het maakt smooth en het verlicht. Oké, dan ga ik in met een spray voor hydratatie. En dit is het enige voor vandaag wat niet veel kost. Want ik heb hier maar één product voor en er is niks wat beter is. En dat is dit flesje van Maximoor van de Action. Deze is heel nattig, dus dit gaat ervoor zorgen dat al mijn make-up zo in mijn huid smelt. En er wat minder dikkig uitziet. Deze stap is ook echt een must, zeg maar. Ik kan niet deze stap overslaan, want dan lijkt mijn gezicht gewoon veel te dikker. Want ik doe toch wel een plamuurtje op. Tijd voor bronzer. Ik gebruik mijn It Cosmetics Bye Bye Pores bronzer in de kleur Beach. Goed zo, Sarah. Doe maar lekker voor je. Dit is een hele mooie matte kleur. En ik breng het ook altijd zo aan onder mijn kaaklijn om wat meer kaaklijn te creëren. Jongens, ik heb gewoon geen kaaklijn. En nou heb ik gewoon fillers, waardoor het wel zo lijkt. Maar in principe heb ik gewoon geen kaaklijn. Qua blush ga ik vandaag een beetje voor een neutrale blush. Ik ga deze van MAC gebruiken in de kleur Peaches. Dit is een hele mooie neutrale blush. I love it. Hij is ook gewoon echt helemaal mat. En ja jongens, ik ga voor een neutrale blush. Dat zijn jullie niet gewend van mij. Jullie weten, ik hou van een heftige blush. Maar vandaag hoeft dat allemaal niet. Vandaag een beetje meer neutraal. Ik ga alleen maar mijn neus en mijn binnenste ooghoeken highlighten. Dus ik ga voor een hele lichte vanillekleur. Dus ik ga voor mijn The Balm highlighter. Mary Lou highlighter. En ik ga dus niet mijn gezicht highlighten vandaag. Maar echt alleen maar zo de binnenste hoeken. Voor een beetje een extra mooie wakkere look. En een beetje op mijn neus. Voor een gehighlight effect. En dan lijkt ook weer mijn neus iets smaller dan de lippen. Ik heb dit vandaag wel een beetje een neutrale outfit. Dus ik zou kunnen gaan voor rood. Maar dan vind ik het... Ja, omdat het dus zwart-wit is en dan zo rood. Ik weet niet, ik vind dat een beetje een clown effect hebben of zo. Dus ik denk dat ik ondanks mijn meer neutrale kleuren, ik misschien toch gewoon ga voor een neutrale lip. Of misschien een rode neutrale lip. Een beetje rood neutraal. Oké, we gaan een beetje voor een meer rozige paarse combo. Dit was de combo. Huda Beauty Lippot loodje in de kleur Deep Rose. En Kylie Cosmetics Matte Liquid Lipstick in de kleur Candy Cane. Dan ga ik in met mijn Urban Decay Setting Spray. Dat ruimt en dan zijn we klaar. Nou mensen, dit was het dan. Dit is de hele look. Mijn haar blijft gewoon zo lekker stijl. Ik vind het echt wel een hele, hele mooie look. I love it. Alles dus wat ik vandaag heb gebruikt en raad ik 100% aan. I love it. Nou gaan we naar beneden en dan gaan we gewoon de hele kleine look afmaken. En gewoon mijn hele look afmaken voor vandaag. Ik hoop dat jullie de make-up weer mooi vonden. Oké, het is toch geen zwart-wit geworden. Het is wit-beige geworden. Jongens, wat vinden we ervan? Dit is dus het blouseje van Net van Lily Silk. Deze broek is van de Zara. Super mooie broek. Die heb ik echt in 4 kleuren of zo. Deze schoenen zijn ook echt fantastisch. Ze zijn wel een beetje duur. Ze zijn van Ciano of zoiets. Ik zet het linkje beneden in de beschrijving. En de tas is van Valentino. En die matcht echt heel mooi met deze schoenen. Dus dit is de look, jongens. Wat vinden we ervan? I love it. Nou, vond je de video leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Ik plaats hier ook nog 2 video's in beeld die je kunt gaan bekijken. En mijn gezicht hier om te abonneren. En dan hoop ik jullie weer snel terug te zien bij de volgende video. Doei doei!